De nieuwe geavanceerde verkeerslichten die op belangrijke kruispunten geplaatst zullen worden, zullen nog even op zich laten wachten. Dit laat Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie weten. De apparatuur zou afhankelijk eind september in werking treden, waardoor de verkeerssituatie in Paramaribo totaal zou veranderen. Echter werken de lichten door een aantal omstandigheden nog niet. Wip benadrukt dat deze omstandigheden niet van financiële aard zijn. Ik heb al meerdere keren aangegeven dat dit project voor een groot gedeelte in eigen beheer wordt uitgevoerd. Eigen beheer van het ministerie, de afdeling verkeer. Zeker 70% van het project. Wat de status van het project nu is, we hebben nu op de vijf kruispunten hebben wij nu de masten geplaatst, we hebben de bekabeling geplaatst, we hebben de lichtbakken opgehangen. En we hebben nu alles wat in het veld staat, hebben wij op tekening gezet. En de tekeningen die zijn in detail uitgewerkt. Het is veel meer werk binnen dan buiten, omdat je alles in detail moet gaan beschrijven. Om een voorbeeld aan te halen, de lichtbakken, dat zijn de verkeerslichten die je ziet, die worden op tekening gezet, die worden genummerd. Er wordt aangegeven, er worden signaalgroepen gemaakt. En signaalgroepen, dat zijn de verschillende richtingen die tegelijkertijd gaan rijden, die vormen één signaalgroep. De fasering moet bepaald worden. In welke volgorde gaan ze rijden, hoe gaan ze rijden, welke combinaties gaan we maken. En de cyclustijden moeten ook nog bepaald worden. Wip zegt verder dat de vertraging van dit project deels ook te wijten is aan de verkeerssituatie in Suriname. De nieuwe apparatuur is eigenlijk voor het buitenland bestemd. Hierdoor moet zij totaal omgezet worden naar de verkeerssituatie in Paramaribo. Deze verkeerslichten zijn geavanceerde verkeerslichten die eigenlijk worden toegepast in landen waarbij er sprake is van gescheiden verkeer. Langzaam verkeer apart en snel verkeer apart. Wij proberen dit op een goede manier te managen, waarbij wij in die fasering en in die cyclus zo veilig mogelijk het langzaam verkeer kunnen accommoderen. In de huidige situatie, als ik een voorbeeld neem van het kruispunt van het Hogeruitstraat, Willem-Campagnestraat, Havenlaan, is er weinig rekening gehouden met het langzaam verkeer. Een concreet voorbeeld, als ik kom vanuit het zuidelijk deel van de Hogeruitstraat en een bromfietser wil rechtsaf gaan naar Nieuwe Haven, dan kan hij niet op de openbare weg sorteren. Hij heeft geen apart licht. Wat ze nu doen, is dat ze kijken naar het licht van het rechtsafgaand verkeer en dan rijden ze samen. Dus willen wij dat veilig uitvoeren, dan moeten we ze apart gaan accommoderen. En dat alles wordt nu uitgerekend, uitgekeken van hoe moet dat precies gebeuren. En dat is allemaal op papier gezet en dat wordt nu weer besproken met de leverancier. Henk Wip van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij laat weten dat de inwerkingtreding van de nieuwe verkeerslichten, die bestemd zijn voor belangrijke kruispunten in Paramaribo, nog even op zich laten wachten.